Vandaag moet ik als president van het land, maar ook nadat wij al langer dan 2 jaar geconfronteerd worden met de COVID-pandemie en de gevolgen ervan, naar de hele wereld, maar ook naar Suriname toe, dat ik u vandaag mag mededelen dat wij de COVID-situatie al redelijk onder controle hebben. En ik ben vandaag hier om u te informeren dat wij als regering de afgelopen periode goed geëvalueerd hebben met betrekking tot aantal besmettingen, de situatie rond de COVID, de bezetting in de verschillende ziekenhuizen, maar ook de werkdruk op de medewerkers in de gezondheidssector. En we zijn tot de conclusie gekomen dat alle aspecten die geëvalueerd zijn, die geven ons reden om een ander beleid te gaan ontwikkelen met betrekking tot COVID in Suriname. Maar ook tegen de achtergrond van de zware offers die het volk heeft gebracht, de vele beperkingen die soms niet begrepen werden in de samenleving en waarvan de hele samenleving onderhevig is geweest, met alle mogelijke negatieve gevolgen waarvan wij als samenleving nog niet volledig op de hoogte zijn. Wat voor impact en hoeveel impact dat gehad heeft op de individuele burger, het gezin, de samenleving, naar verschillende beroepsgroepen, de bedrijven, overheidsinstituten, overheidsmedewerkers, arbeidende klassen. Eén ding staat vast, dat om COVID te kunnen overleven, wij offers hebben gebracht. Om COVID te kunnen overleven, wij hele vergaande en zware maatregelen hebben moeten treffen in de wereld, maar ook naar de Surinaamse samenleving. En nu het zover is dat we de COVID-situatie onder controle hebben, dan is het tijd om de vrijheid terug te geven aan de samenleving. De vrijheid terug te geven naar alle sectoren van de samenleving. En dat is namelijk dat we op basis van gedegen advies als de regering hebben besloten met ingang van vandaag om de beperkingen die er waren als gevolg van COVID op te heffen. En de beperkingen die hebben te maken met alle maatregelen die we getroffen hebben op het gebied van aantal personen, op het gebied van Mohana, op het gebied van de bewegingsvrijheid, op het gebied van werklocaties en nog meer van de maatregelen waarvan u zelf deelgenoot bent geworden. We hebben beslist als regering dat die beperkingen volledig zijn opgeheven. Maar natuurlijk is het COVID-virus er nog. En we moeten voorzichtigheid blijven betrachten. En daarom wordt sterk aanbevolen toch de Mohana-regels, de mond- en neuskapjes en de 1,5 meter afstand nog steeds te gebruiken in de besloten ruimte. Maar we verwachten ook van de beheerders, de eigenaren van die besloten ruimte, dat ze verantwoordelijkheid nemen om zelf die controle uit te oefenen. En dat u dat niet overlaat aan de regering of de overheidsdiensten. Dus nogmaals, voor wat betreft de besloten ruimte, is het een sterke aanbeveling wat wij als regering geven om daar wel de Mohana-regels toe te passen. Voor wat betreft de vluchten, daar nemen we genoegen met de vaccinatie. En zij die niet gevaccineerd zijn, aan die zullen vragen om een test te doen.
zodat ze op basis van een gunstig resultaat van de test, namelijk een negatief resultaat, ook kunnen reizen en vliegen. Detailinformatie komt nog in het presidentieel besluit. Dat wordt er ook gepubliceerd. Dan bent u volledig op de hoogte van alle detailmaatregelen die wij als regering hebben getroffen. Naar aanleiding van de laatste evaluatie die we gehad hebben binnen de regering met het OMT rond de COVID-situatie. Ik ga afsluiten door u allemaal te bedanken voor de offers die u gebracht heeft. Ik weet dat er veel onbegrip is geweest. Zelfs spanningen zijn geweest in de samenleving. Wij moesten leiderschap tonen om de samenleving bij elkaar te houden. Om te zorgen dat we ook verantwoordelijk leiderschap moesten tonen. Naar ieder toe, naar alle groepen toe. Met één doel, om de wereld te beschermen tegen COVID. Onze samenleving te beschermen tegen COVID. En nu het zover is, denk ik dat wij als samenleving terug moeten naar het nieuwe normaal. En laten we alles doen dat er geen verdere verspreiding plaatsvindt. Laten we alles doen dat we elkaar beschermen. En aan de vooravond van Pasen vragen we ook onze Schepper om onze samenleving te beschermen. Dat er geen nieuwe varianten zich aandienen. En dat we gebed gaan als samenleving. En kracht en zegen en bescherming ook vragen van onze Schepper. Om ons te beschermen, onze samenleving te beschermen. En ook het land Suriname te beschermen. Aan ieder gezegende Pasen toegewenst. God bless you all.